De lokale middenstand is dus heel blij met de internationale aandacht voor de Friese trots. Het is echt spits hier nu, hè? Jazeker, ja, het is komen en gaan van gasten nu deze dagen, hè, tijdens zo'n hengstekeuring. Ja, ja, waar komen ze vandaan dan specifiek? Wereldwijd. We hebben op het moment heel veel Duitsers, Canadezen, Amerikanen. Dus echt de hele wereld komt hier. En dan allemaal paardenfans. Allemaal paardenfans. Zo, gasten weer weg. Is het evenement nou ook heel erg veranderd door de jaren heen? Ja, het wordt steeds groter natuurlijk, spectaculairder. Het is zeker veel groter geworden dan het aanvankelijk ooit was. Het Friese ras is echt op de kaart gezet, dus internationaal. Dus ja, daar komen natuurlijk internationale mensen op af. Eten in de restaurants, slapen in de hotels. En dat brengt ook veel geld naar de stad. Dat is voor ondernemers ook wel lekker. Absoluut, voor iedereen. Ja, iedereen profiteert hiervan. Dat is fantastisch.